Hallo dames en heren, en wat ongelooflijk vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Roy en jullie zien op dit beeldscherm ook Roy. Maar dan de Little Roy, Roy Junior. Want dit was in 1995. Ik was dan rond 7 jaar ongeveer. 7, 8, 9. Nu zijn we al inmiddels 28 jaar verder. Maar ik weet het nog als de dag van gisteren dat ik werd uitgekozen in de klas om mee te doen met Bert Yellowcap. Bert Yellowcap was namelijk iemand die mensen meenam in de gele taxi om jouw wens te vervullen. En wat was mijn wens? Check it. Nou, ik goochel al heel lang. Maar er is één goochelkunst dat ik heel graag wil leren. Eén goochelkunst was er die ik heel graag wil leren. Nou, en dan dacht ik, dat kan iemand mij wel leren. Ik wilde namelijk dit. En dat is zweven. Zweven? Iemand laten zweven. Maar Oscar, die heb je al bij de deur gezien, die goochelt ook heel goed. En die bewaart zijn assistent altijd hierboven op de zolder, in een kist. Wacht even, hoor ik dat goed? De zoon van Hans Gezang bewaart zijn vrouw altijd boven op zolder in een kist? Bezig en volgens mij heb ik het bijna voor elkaar dat hij weer rijdt, maar er zit daar één schroef onder en daar kom ik niet bij. Zou jij eens willen proberen? Jij hebt dunnere armen, denk ik. Om dat schroefje daar, gewoon even goed kijken, om dat eens goed aan te draaien. Volgens mij moet het dan lukken. Oeh, en natuurlijk met één schroefje kan je een hele auto maken. Ja, precies. Doe je best. Oh, ziet het hoofd. Kan ik het nog? Ja? Ja. Hey, fantastisch man. Ik kan weer op pad. Hartstikke goed. Gelijk rijden. Wauw. Jij moet toch Bert van Jellok, hè? Ja, dat ben ik, ja. Ik kon zo snel leven. Ik ben aan het werk nu. Nee, ik heb eigenlijk een probleem. Heb jij een probleem? Een probleem. Ja. Vertel, hoe heet je trouwens? Roy. Hallo Roy. Nog steeds. Giet een beetje Roy, maar vertel je probleem. Nou, ik goochel al heel lang. Maar er is één goochelkunst dat ik heel graag wil. Zenuwachtig. Dan doe je altijd zo. En dat is zweven. Zweven? Iemand laten zweven? Ja, dat begrijp ik, maar dat is nu nogal een truc, zeg. Dat wil ik nog steeds. Om mensen te laten zweven, ik heb het wel eens een keer gezien, maar... Ja. Waarom is dat een probleem voor je, Roy? Ja, omdat het... Ik oefen het al heel lang. Je laat het verdwijnen of laat het zweven. Ik heb het al heel lang geoefend om iemand laten te verdwijnen. Het lijkt me echt geweldig. Vond, stel, je zusje is irritant, of je moeder of je vader is irritant. En dan doe je... Poef! Laten verdwijnen. En dan zeg je daarna, ik wil ze wel weer terug. Poef, weer terug. Ben je goochelaar geworden? Ja, heel graag. En ik ben geen goochelaar geworden. Dit probleem heb ik echt nog nooit gehoord. Maar ja, je hebt mij geholpen. Dus ik stel voor dat ik op zijn minst ga proberen om jou te helpen. Ik heb geen idee hoe. Vond ik leuk. Kun je mee met me nu? Ja? Ik moest even denken natuurlijk. Kan je mee met me nu? Ja, mijn moeder had altijd gezegd, ga nooit met vreemde mensen mee. Dus ik moest even denken, maar ik was vergeten dat mijn moeder dit al had geregeld. Wil je het oplossen, moet je mee. Kom, en we gaan het proberen op die start. Oh, leeftijd 10. Ik was 10 jaar. Kom. Mijn probleem, zweven. Ja, want dat wil natuurlijk iedereen, hè. Iedereen van 10 wilt natuurlijk iemand laten zweven. Ik had een hele grote fantasie. En ik heb de auto gerepareerd. Wauw, dit is toch geweldig, jongens. Hey Roy. Ja? Ik denk dat ik voor de oplossing van jouw probleem, dat we naar gewoon een hele goede goochelaar moeten. Alleen, volgens mij geven goochelaars nooit een geheime prijs, wist je dat? Nee, dat doe ik ook nooit. Nou, kun je nagaan, dat wordt dus best een lastig probleem, Roy. Dat deed ik ook niet. Ja. Kom. Ja, Dave. Hoi, Roy. Hey. Je hebt het gehoord, hè? Roy is een probleem. Maar nou denk ik dat we eigenlijk gewoon naar Nederlands beste goochelaar moeten. Wie is dat volgens jouw bestand? Dat is er maar één in Nederland. En dat is Hans Kazander. Hans Kazan, dat hoorde ik, dat apparaatje dat zei. Toen dacht ik, holy shit, dit is geweldig, we gaan naar Hans Kazan. Dan moesten we hem eerst nog vinden natuurlijk. Dat apparaatje wat zo draait in die taxi, dat was natuurlijk nep gedaan voor de video. Tegenwoordig bestaat het al, dat is gewoon Google Mini. Je praat tegen je telefoon en je zegt, hey, waar woont Hans Kazan? We hadden al Google Mini bedacht. Waar woont hij, Kom? Bert.
Hans Kazan heeft een geheim adres. Geheim was het. Dat vinden we het nooit. Je bent bekende Nederlanders, ze zitten niet in jouw bestand. Een geheim adres, Roy. Ja. Lastig, lastig, lastig. Ja. Maar we gaan ervoor. Laten we dit afspreken. We gaan hem zoeken, gewoon op een hele simpele manier. Lukt het ons niet binnen een uur? Dan gaan we samen een ijsje eten en breng je thuis. Wat is dat nou voor een... Dit vond ik een hele rare afspraak. Lukt het ons niet om Hans Kazan te vinden? Dan gaan we een ijsje eten. En dan breng ik je naar huis. Nou, top man. Wat is het nou? Dan gaan we een ijsje eten. Hans Kazan, ijsje. Ik vind het geen goeie. Ik zoek Hans Kazan. Kent u die? Ja. Weet u waar die woont? Wat ben je waar die woont? Waar woont hij? Geen idee. Geen idee. Wat heb ik daar nou aan? En het regende die dag. Hans Kazan. Hans Kazan. Die ken je? Ja, die ken ik. En nou willen wij zo graag weten waar hij ongeveer woont. Wij moeten hem hebben. Hans Kazan? Ja, Hans Kazan. Woont hij in Driebergen? Nee, de WDA was wel Driebergen. Waar. Ik zou niet weten waar hij woont. Oh. Hallo. Moet je luisteren. Dit is Roy en we hebben een groot probleem. Ja, en dat is? We hebben aan 350 mensen gevraagd. En ik denk, er moet toch iemand weten waar Hans Kazan woont. Ken je Hans Kazan? Hans Kazan woont. Ken je die? Volgens mij woont hij. In Deventer of zo? Ja. Deventer. Die vrouw weet dat hij in Deventer woont. Vroeger had je geen Google Maps, maar deze vrouw weet dat hij in Deventer woont. Laten we dan in ieder geval ergens in Deventer gaan zoeken. Ja, wel eens van gehoord. Als je nou eens deze weg helemaal uitrijdt, ja. Dan zie je daar een heel groot huis. Ja. Volgens mij... Wauw, dus we zijn eerst, één vrouw zei hij woont ergens in Deventer, we reden naar Deventer en toevallig op de weg waar we het aan een oude man vroegen, zei die man, einde van deze weg staat een groot huis en daar woont Hans Kazan. Nou, laten we kijken of dat waar was. Ik hoop dat die mensen gelijk hadden. Ja. En we gaan gewoon eens even kijken of het hier is. Ik zie trouwens dat hier best mijn auto had kunnen staan. Jij zegt, je mag hier niet met je auto op. Kijk, is dat mooi huis. Ik ben Bert. Hey, Oscar. Sorry, is dat niet een van de zoons? Maar we zijn eigenlijk op zoek naar Hans Kazan. Hey, wie ben jij? Wow, en daar stond ik oog in oog met Hans Kazan. Mijn favoriete goochelaar van tv. Ik had videobanden. Ik keek alles, ik nam alles op om alle goocheltrucs... te ontrafelen, want ik wilde goochelaar worden en Hans Kazan was mijn grote voorbeeld. Roy, hi. Hallo, ik ben Bert. Dat Bert. We hebben hem dus gevonden. Ja. Maar dat betekent nog lang niet dat jouw probleem opgelost is, hè? Heeft hij een probleem? Hij heeft een groot probleem. Groot probleem. Kom, zit weer in je jas uit doen? Nou, vertel eerst even het probleem. Oh, ik wou mijn jas al uit doen. Ik wil heel graag goochelen. Okay, want... Ik goochel best wel lang, ja. Maar ik wil heel graag iemand laten zweven. Iemand laten zweven? Wow. Ja, of zelf vliegen. Of iemand laten vliegen, ja. Of iemand doorzagen en laten verdwijnen. Wacht even. Ik zei, ik wil iemand laten zweven. En dan zegt Hans Kazan, oké. Dus of iemand doorzagen en laten verdwijnen. Ik zei, nee, zweven. Ik wil heel graag iemand laten zweven. Iemand laten zweven? Ja, of zelf vliegen. Of iemand laten vliegen, ja. Of iemand doorzagen en nee. Laten verdwijnen. Nee, gewoon zweven. Nee, gewoon zweven. Het eenvoudige zweven. Het eenvoudige zweven. Je wilt gewoon even zo doen en dat iemand zo helemaal de lucht ingaat. Ja, dat wil ik. Ja, nou, zweven is natuurlijk heel erg moeilijk, maar we kunnen natuurlijk wel even kijken of we een spannende truc kunnen doen. Eentje die je misschien zelfs wel zelf kunt doen. Zullen we dat eens proberen? Ja. Dit is echt een ruimte waar heel veel gebeurt, waar we oefenen, dingen maken en in elkaar zetten. Hij zei al, hij wilde graag iets of iemand laten zweven. En ik zei al, dat is een van de allermoeilijkste trucs om te doen. Ja, maar dat maar weet ik. Voordat we nou gaan uitproberen wat je kunt, zou ik zo graag eerst willen zien of je eigenlijk al een beetje kunt goochelen. Kun je goochelen? Ja, ik kan zelf heel goed goochelen. Het is een balletje, hè? Ja, dat zie je. Klein blauw balletje. Dit was een truc van Hans Kazan zelf. Ja, lekker uit. Ja. Nou, het balletje eruit. Wat doe je nu? In mijn zak. In mijn broekzak doe ik hem, Hans Kazan. Dat zie je toch? Dit volg ik al. Ja, hij heeft een balletje in zijn zak. En het eierdopje staat nog hier. Balletje. Maar nu? Doe ik een balletje om... doorzichtbaar uit. Onzichtbaar eruit? Wacht even, heb je nou het onzichtbare balletje tussen die twee vingers vast? Ja.
Ja. Maar ik zie helemaal niks. Alleen jij kan er niet zien. Oh, ik kan het niet zien. Oh. Nou, wat ga je nou met dat onzichtbare blauwe balletje doen? Je laat het invallen. Weer in dat eierdopje? Kijk maar, ploef. Ploef? Ja, en nou zit hij er zeker in? Ja. Nee, dat kan niet. Wat? Ja, jawel, als je zo. Je hebt hem helemaal niet aangehaald. Kijk maar. Hij staat helemaal... Huh? Dat nou? Zelfs ons publiek staat helemaal te kijken. Ja. De dochter van Askezoon. En gaat die balletje dan weg kunnen toveren? Dus kijken, kun je het ook weer wegtoveren? Ja. Ik denk zelf de dochter van Hans Kazan, die is toch alles gewend en die staat hier nog versteld van. Jij maakt een goede beurt nu, dus ik denk dat het hoopvol is. Laat hem eens verdwijnen. Dopje erop. Ja. Dan kunnen we weer uit. Doe je weer in mijn zaak. Maar nou is hij niet weg. Jawel. Nee, nou, laat zien dan. Kijk dan. Hé? Ik heb Hans Kazan versteld laten staan. Waar is hij nou? Weg. Helemaal weg. Weggetoverd. Terug. Nee. Maar Oscar, die heb je al bij de deur gezien, die goochelt ook heel goed. En die bewaart zijn assistent altijd hierboven op de zolder, in een kist. Wacht even, hoor ik dat goed? De zoon van Hans Kazan bewaart zijn vrouw altijd boven op zolder in een kist? En die bewaart zijn assistent altijd hierboven op de zolder, in een kist. Weet je waarom? Omdat hij er heel erg zuinig op is, bewaart hij er altijd in een beveiligde kist. Daarom! Dus als je heel zuinig wilt zijn op je assistenten, bewaar je er gewoon boven op zolder in een kist. Hij heeft niet één kist, maar twee, hè? Twee kisten, dus twee vrouwen. Ik hoor niks. Er zit helemaal niemand in. Wat dan? We hebben geen toverspreuk gezegd. Een toverspreuk? Vind jij een goede toverspreuk? Gezegd. Ja, zeg, noem er eens een. Ja, zeg. Verzin er een hele goede, hoor. Banani, poetsige. Kijk eens. Nou, hey. Wow! Ja. Wat voor vrouw bewaart u op zolder? Dat die nog op zolder was? Dat snap ik niet. Oscar, die ken je al. Daar staat Renzo nog. En ja, en de assistente Mara, die heb je net tevoorschijn zien komen. En dan gaan we proberen om haar even zo doormidden te snijden. Toen dacht ik, serieus, ik heb net een mooie vrouw van zolder zien komen. En dan ga ik nu even proberen haar doormidden te snijden. Dat wil ik dus niet. Ik wil haar laten zweven. Niet doormidden snijden. Heel erg spannend. Want ze gaat eerst in die kist. En als ze dan in die kist zit, ga jij proberen om helemaal zelf haar doormidden te maken. Nou, ik ben heel benieuwd. Zullen we er even heen lopen? Ja? Nee, ik wou niet. Ik zei nog dat ik niet wil. Loop er even heen. Zo. Gaan we de achterkant staan. Zo. Nou, dan gaan we kijken of we er hier zo precies doormidden kunnen snijden. Oh, we moeten wel even de armen en de benen erdoor. Kun je even je armen naar buiten steken, jongens? Ja. Zo. Oh, ze leeft nog. Klaar? Oké, goed. En hebben we een fakkel, jongens, want ik zal je vertellen. Vroeger werden die meisjes met zo'n zaag doormidden gedaan, maar dat vond ik allemaal een beetje eng. En ja. Tegenwoordig gaat dat heel modern met vuur. Oh, gelukkig. We gaan er gelukkig niet met de zaag doormidden zagen, maar gewoon met vuur. Mag jij de fakkel pakken, Roy? Gelukkig alleen maar met vuur. Wie kan er nou door de midden met vuur? Pas even op die vingertjes, die moet even een beetje weg. Zo. En dan moet je hem hier aansteken en dan wordt ze door het vuur zo doormidden gesneden. Okay. Durf je dat, Roy? P3. Het vuur loopt helemaal zo dwars door de heen, dwars door de middel heen. Zo. Oh! Ik dacht dat er alleen vuur werd gebruikt. 200 mes erin steken. Zo. Oh. En daar gaat hij. Hij blijft hangen. Oh. Ja. Wat gebeurt er? Ja. Kijk eens even. Wat? Het is helemaal doormidden, zie je? Oh. Ja. Kijk eens, ze is helemaal doormidden, zie je? Je kan er zo doorheen lopen. Wow! Kijk eens, hier is het beneden gedeelte. En daar is het boven gedeelte. En op dit moment dacht ik, oh mijn god, ik heb een vrouw door de midden gedaan. Ik dacht, aan welk gedeelte heb ik het meest? Met haar benen kan je nog een wandeling maken. Kun je nog een stuk lopen, gezellig. Alleen je kan niet praten, want je hebt niet haar hoofd. En met haar bovenlichaam, die kan nog... de afwas doen bijvoorbeeld. Of dan kan ze nog naar je lachen. En een wijntje drinken. Maar het is wel leuk al heb je een hele vrouw gewoon. Met benen en lichaam. Ik begrijp je dus echt helemaal niks van. Begrijp jij het? Nee, ik ook niet. Nee, oh. Zij begrijpt, ja, dat is de dochter van een goochelaar. Ik begrijp het. Zij snapt het wel. De dochter van een goochelaar natuurlijk. Roy, daar is wil je nog steeds goochelaar worden? Ja, nu wel. Oké. Okay, we gaan maar laten verdwijnen. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Ja. Let op, want ik ga je nu laten verdwijnen. 1. Kijk me aan.
Diep in de ogen. Twee. Wil jij het nog weg? Dat doe maar. Is het eng? Het is niet eng. Je voelt er niks van. Je bent in één keer losje op tot een soort lucht. Jongens, dit was dus begin jaren 90. Geniaal. Dat was leuk, hè? Ja. Ja? Kijk mij aan, diep in de ogen. 1, 2, 3. Ik gebruikte eigenlijk de verkeerde hand. Ik heb weer deze hand gebruikt. En als ik jou wil laten verdwijnen, moet ik eigenlijk deze hand gebruiken. Nou, die is verdwenen. Hij is als een spook. Rustig hier. Ik denk dat dit een editorfoutje is. Jongens, vonden jullie deze video mooi? Druk even duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor nog meer vette video's. En ik hoop dat jullie deze heel leuk vonden. Want dit was van vroeger, ik kan het niet meer overnieuw doen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video!